pakken hem weer op. Terug naar die KJV. Waarom dat zo belangrijk is. Punt 1. Het is een boek wat erg oud is. De editie die ik nu in mijn handen heb. Ga je zeggen, ja Perry, maar er zijn Korans en die zijn wat goedig. Ja, de Koran, die is gepubliceerd in de 7e eeuw. En daar is, naar alle waarschijnlijkheid, 300 jaar aan geschreven. Ja, maar Piri, als je dat zegt, dan krijg je ruzie met die Koranisten. Nou, ik wil geen ruzie met Koranisten. Daar ben ik niet naar op zoek. Maar laat ik zeggen, maximaal 300 jaar. Als je de Koran letterlijk neemt, heeft Mohammed die geschreven. Bij zijn leven. Dan is de Koran geschreven in 30 jaar. De koning Jacobus, de inhoud van de koning Jacobus Bijbel, die is 1500 jaar oud. Dus volgens de letterlijke Koranisten is de Koran 30 jaar oud. Tot de sceptici die zeggen dat die Arabieren voor de gek gehouden zijn met neoplatonisme. En platonisme komt van Babylon. Platonisme was een world order. En neoplatonisme was de new world order van die tijd. En dan in het Arabisch. En al die mannen blij maken. Alle vrouwen moeten in zwarte jurken over straat. Yo, maar Piri. Er zijn ook heel veel vrouwen en die vinden het helemaal niet erg om met een burka over straat te gaan. Ja, dat mogen ze toch, wat mij betreft. Wat doe ik hier? Mijn punt is dat je daar een formele wet van gaat maken. In de Bijbel staat slechts dat als we naar de kerk gaan, dan gaan we daar niet in onze badpak zitten. Met onze lekkere billen over het klapstoeltje heen. En oeps, ik moest een scheetje laten. Dat dan even niet. Dat doe je op het strand. Op je handdoek. Achter een windscherm. Zeker in Holland. Dat staat in de Bijbel wel, in de kerk. Je fatsoenlijke kleren aan. Dat is niet meer dan logisch. Ook naar je werk. Naar je werk ook. Ja, maar zie ik je nou te zeuren over vrouwen? Nee, ik helemaal niet. Ik vind het idioot dat ze op hoge hakken naar hun werk gaan. Ik vind het gek dat je op hoge hakken loopt. Ja, maar Perry, die vrouwtjes die zijn echt een stuk kleiner dan wij. Dus uit egalitarisme gunnen wij die vrouwen de naald hakken. Oh, ja, joh. En wat doet dat met de botten van die vrouwen? Oh, maar Perry, je gaat me nou vertellen dat mijn vrouw, en die is nu al hoog bejaard, en dat niet alleen, maar ook slechte been. En ze kan de hoge hakken niet meer dragen en ook platte schoenen doen pijn aan de voeten. Ja, het is eigenlijk net zoals zo'n Chinees meisje waarvan de voeten afgebonden zijn.
Dus dat heb ik allemaal zelf goedgekeurd en volgens jou is het daardoor goed gegaan. Fout gegaan bedoel ik. Ja, wat had je anders gedacht? Ja, sorry hoor. Klinkt keihard, maar dat maakt mij niet uit. En zo leuk, hè? Nu ik dus die koning Jacobus Bijbel heb, ga ik opnieuw met mijn Joodse vriendin in gesprake. We hebben nog een appeltje toe schillen, hoor. Ik heb laatst al heel veel indruk op haar gemaakt. Dat is Mira trouwens, ja, iedereen weet dat. Dat ik stilstond bij de rode letters. Ik heb net verteld dat het ene evangelie, het Mattheüs-evangelie van Matthäus, eerste. Dat is, hoeveel? 1%, daar heb je zo uit hoor. Daar raus je zo doorheen. En denk je, oh, is dit alles? Ja, dat is alles, ja. En het is zelfs nog minder. Al de zwarte letters uit het evangelie, die kan je lekker vergeten. Ja, maar Perry, dan hou ik 3 pagina's over. En betaal ik daar 9 euro voor? Ja, maar dan krijg je wel de uitleg. Je krijgt een evangelie van Marcus, een evangelie van Lucas en Johannes. En dat wordt alsmaar spannender. En tegen de tijd dat je openbaringen gaat lezen. Nou, dan denk je echt van. Het evangelie van Matthäus is in principe, staat er alles op. Dat is nou precies in wat je aanwijzing hoe je het wel moet doen, aanwijzing hoe je het niet moet doen. Het zijn de meest moderne. En naar mijn mening, ja, de Koran, je kan ook heel fan zijn van de Koran. Maar er is geen Koranist die ik ken die ingaat tegen de sayings of Jesus. En tegen mijn Joodse vriendin had ik er eentje te pakken. Want ik weet dat zij gelovig is. Zij is een kind van het boek. Dat is een kind van mijn vader. Een Joods opgevoed. Of zo, ja, een Joodse moeder, 100%. Ja, dan weet je wel. Ze woont ook in de Joodse buurt. Van Amsterdam. En denk je van, nou, in de Joodse buurt heb je zeker veel geld. Nee, ze heeft helemaal geen geld. Ze mag blij zijn met wat ze heeft. Rete lief mens, man. En ik vertelde haar iets van wat Christus had gezegd. Toen zei ze, oh, maar dat is mooi. En ja, Joodse mensen weten dat niet. Allemaal. Er zijn er die het wel weten. En het aantal Joodse mensen dat het gaat weten, dat gaat alleen maar toenemen. En dat gaat ook gelden voor mensen die met de Koran begonnen zijn. De Koran is een vorm van filosofie. Met alle respect hoor. Ik vind ook, je moet elke dag je vrouw slaan. En weet zij niet waarom, dan weet jij wel waarom. Bitch. Het is neoplatonisme. Daar moet je helemaal geen zorgen over maken, maar dat is taalgefriebel. Ik wil geen Koranist beledigen. Ik had liever dat het in de Koran wat duidelijker had gestaan. Ik denk dat de Koran voor veel mensen te ingewikkeld is. Want je moet eerst Plato begrijpen. Als je Plato begrijpt, dan kun je naar het netoplatonisme. Ik snap van, oké, er moet een wereldorde komen, er moet een kalifaat, noemen ze dat dan. Hè?
En dat moet ook komen. En die komt er ook. En er komt iets aan, om het nog eventjes enger te maken. Maar er komt iets aan en dat gaat lijken op een totalitaire staat met één hoofd. Dat komt eraan. En dat wordt de tijd van dat Christus Jezus teruggekomen is. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Christus heeft gezegd, waar er twee, het ging even over zijn heen gaan. Hè? Ik dwaal me gewoon lekker door, want ik ben helemaal dronken van het feit dat ik de eigenaar ben van mijn eerste King James Bible. Ik heb hier in huis een boek van een editie van 400 en nu niet liegen. Kijk hoor, 18 min 11 is 7. 407 jaar oud. Hé, maar dat is toevallig. Want bij de 0 die doen we niet mee bij numerologie. De 4 dan wel, en dat is dan D. En dan zit die G erachter van dog. Maar wel 4 en 7. Nou, in de numerologie mag je dat omdraaien, toch? 400. Nee, maar het is bij elkaar 11. Oh, dus, dan moet je dat doen. Ja, 4 plus 7 is 11 en 1 plus 1 is 2. Maar dat klopt ook wel. Want het boek dat ik gekocht heb, dat bevat 2 overeenkomsten. En die overeenkomst, by the way, ik zou graag willen dat ze... Dat iedereen zijn handtekening zet onder zijn Bijbel. Ja, dat kan natuurlijk niet. Wat heb je eraan? Dat het een contract is. Dat ik zeg, oké, als dit het is, dan doe ik mee. Ken je dat nummer van Doe Maar? Is dit alles... Is dit alles? Is dit alles wat er is? Het antwoord is ja. Ja, maar Perry, hoe kan je nou weten dat het antwoord ja is? Nou, dat is heel eenvoudig. Elke vraag, daarop is het antwoord ja. Altijd ja zeggen, nooit nee zeggen. Want als je nee zegt, dan vragen mensen waarom? En dan krijg je nog meer gelul. Altijd ja zeggen. Het is, je leven is simpel eigenlijk hoor. Vooral als je de trotse eigenaar bent zoals ik. Van een koning Jacobus Bijbel uit 1611. De roodgeletterde editie. Ja, schijnen. Ja, de Bijbel is een contract. Dus als jij de Bijbel... accepteert, ga je daarmee een contract aan. Ja, piedepie. Oh, maar Piggy, ik ga liever geen contract aan, want dat kan me de kop kosten. Ja, dat kan. Dat kan. Het kan je echt de kop kosten. Hoe oud ben je trouwens? Te jong om de kop te kosten? Ja, want ik wil er zoveel meemaken. Oké, dan wachten we wel. Maar niet komen zeuren van... Ik ben al oud en mijn been gebroken. Ik zit onder de pijen. En ik heb puisten. En mijn vrouw is bij me weg. Mag ik de Bijbel eens? En dan krijg je een Bijbel. Liever heb ik dat je 9 euro uitgeeft. Net als ik. In je evangelische boekhandel. En ga hem gewoon lezen. En dan 10 minuten per dag. Niet overdrijven. Het is best... De Bijbel is gecomprimeerde taal. Zwaar te consumeren. Stukje voor stukje lezen. De Bijbel gaat over 2 contracten. Om bij het begin te beginnen,
En wij kennen zoiets als geest en materie. Dat zijn twee verschillende dingen. Die twee verschillende dingen kunnen niet uit elkander ontstaan. De geest kan niet uit de materie ontstaan. Het bewijs daarvan is geleverd aan het begin van de 20e eeuw door professor Gerardus Heymans. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. De geest kan niet uit de materie ontstaan. De andere gedachte is dat de materie dan uit de geest ontstaat. Dat zou leuk zijn. Dus ik denk aan een leverworst en er is een leverworst. Snap je me nog? Ik denk aan een kwarkdeeltje. En ik vind een kwarkdeeltje. Dat de geest de materie veroorzaakt. In de Bijbel staat: in den beginne schiep God hemel en aarde. Hemel, aarde is materie. Hemel is dat wat geen materie is. Waarin, ja, dan kunnen we erover fantaseren. Over wat. In de Bijbel staan nog mooie dingen over de hemel. Vooral als we het gaan hebben over Satan. Degene die de antichrist zou zijn of zou veroorzaken. De aanhangers van Satan, dat zijn de mensen van de nieuwe wereldorde. En ze noemen zichzelf nieuwe wereldorde, maar het is de oude wereldorde, die komt uit Babylon. Babylon was eerder, dacht ik, dan Mozes. Reken mij er niet op af. In het Oude Testament staat dat het God is die alles heeft veroorzaakt. Het denken dat je met je geest, net als in Star Trek, je drukt maar op een knopje en het gebeurt. Dat staat in The Secret trouwens. Dat stomme boek. Je moet je fantaseren hoe je toekomst eruit ziet en dat gaat ook gebeuren. Dat je de materie kan manipuleren met je geest. Uri Geller. Dat is een tovenaar. Weet ik veel hoe hij dat doet. Je kan de materie niet creëren met je geest. Dat kan niet. Ook niet met z'n allen. We kunnen met 100 man in een stadion gaan zitten en denken allemaal aan een blauwe koelkast. En er verschijnt daar een blauwe koelkast. Dat kan niet. Het experiment gaan doen is een teken van idioterie. Dus, als de materie de geest niet kan veroorzaken en de geest de materie niet kan veroorzaken, dan is er een derde. Goed begrepen? Nog een keer. Als de materie de geest niet kan veroorzaken, bewezen door als afsluiting bewezen
door professor Dr. Gerardus Heijmans. Voorafgegaan door Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant. En wat wil je tegen al die lui tegen ingaan? Dus de materie kan de geest niet veroorzaken, punt. Uit. En andersom kan ook niet, want als je denkt dat ik dat kan, dan zit ik 30 kilometer verderop in Wolfheze. Wat ik trouwens helemaal niet vervelend zou vinden. Want ik ben daar eerder geweest. Als ambulant patiënt. En slechts op bezoek. Dat bezoek vond ik leuk. Ik ben met die vrouw nog hand in hand gelopen. Dat is echt te gek voor woorden. Hand in hand gelopen met haar naar Hotel Bilderberg. Ja, wist ik veel dat dat van Prins Bernhard was in die tijd. Ik ben Puk van de Pettenflat niet. Maar dat terzijde, dat maakt niet uit. De andere kant op kan ook niet. Dus, waar komt het dan vandaan? Nou, dan heb je twee keuzes, is heel makkelijk. Het zijn er één. Of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 37, 8, 9, 10, 11, 12, en dan zijn we helemaal gek. Dat kan niet. Ook in het platonisme niet. Dat neoplatonisme dat zegt la ilaha illallah. Er is geen God, God is. En wij zeggen, God is de schepper. God is een aanjager. De veroorzaker van hemel, aarde. En omdat het veroorzaakt is, heeft dat een tijdstip. Ja, Piet heeft dat veroorzaakt. Ja, en wanneer? Want voor mij is verteld door de moeder van mijn kind dat ik haar verkracht heb. Dat is een oorzaak van seksueel misbruik. Toch? Een verkrachting mag je niet doen. Dat is echt smerig. Je moet mij niet eens. Ik kan wel stotteren, maar er hebben kerels geprobeerd om van alles met mij te doen. Gadverdamme. Blijf met je tengels van me af. Of zoals die mooie pornoactrice zei in die geweldige scène. Hou je. Dat stond in het Nederlands vertaald. Ik quoteer dus even. Hè? Haal je lul uit mijn kut. Dat stond er. Blijf van me af. Ik dwaal maar een beetje hoor, met mijn gedachten. Af en toe kan ik erg boos worden. En dat wil ik helemaal niet. Dus er moet een derde geweest zijn. En dat is er maar één. Martin Heidegger, de verguisde Duitse filosoof, die uitsluitend te verwijten valt dat hij ongelooflijk ingewikkeld schrijft. En heel veel weet van Grieks en Latijn. Dat is echt zo'n wunderkind. Een soort, weet die vent ook weer van dat heelal, Stephen Hawking. Dat is ook zo'n kind. Aan Stephen Hawking heb je helemaal niks. Ja, zwarte gaten. Ja, ik heb alles. Ik zit in een rolstoel. En mijn vrouw heeft mij gelukkig alleen gelaten. Want ik zou ook niet in de buurt willen zijn van iemand zoals ik. Jeez, wat een eel. Ik kan er helemaal opgewonden van raken. Doe mij de Bijbel maar. Dat is tenminste ergens op gebaseerd. En Heidegger, Martin Heidegger,
Ja, die weet het ook. Martin Heidegger heeft heel mooi gezegd. Waarom is de oorzaak van alles iets? Hè? Ja, maar Perry, jij zegt net dat de oorzaak van alles, dat is dan... wat ga je... Jij hebt het nog helemaal niet gezegd, hè? Nee, precies. Ik heb het helemaal niet gezegd. Heidegger zei... Waarom... De originele is dan... afgekort... Waarom zou de oorzaak van alles iets zijn? Komma. Waarom niet? Waarom niet? Niets. Kijk. Dat is de oplossing. La ilaha illallah. In den beginne schiep God... Dat is eenvoud. Eenders, hè? Hemel en aarde. Zo zat dat. Dat is er maar één. En als je er tegenin gaat, denk je, nee, ik geloof in twee goden. Die ene god is van... Ja, wat houden deze mensen tegenwoordig van? De god van shawarma en de god van pasta? Nee, ik geloof in de god van de eco. Ja. En jij met eco? Ja. En dan met mooie vrouwen ga je niet om of zo. Nee, wij zijn allemaal eco. Ja. Ik geloof in de God van Moeder Aarde. Jezus, man. Ja, want de aarde is toevallig gekomen. En als God van de aarde er niet was, dan was ik er ook niet geweest. Dus ik ben al lang dankbaar dat ik afhankelijk ben van moeder aarde. Oh, mijn lief. Spannend verhaal hoor, de Bijbel. Ja, het gaat dus als volgt. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Dat moest wel. Hè? Daar zijn we nu logisch gesproken achtergekomen. Hè? Ik probeer de Bijbel eventjes mijn King James tot het einde toe uit te lezen. We rezen er doorheen en jullie gaan de details maar gewoon nabladeren en je koopt maar zo'n ding. Desnoods, je koopt maar, weet ik, met je, je regelt maar met je overchip-ellende. Krijg je van mij een jenever in café de wacht. Ja, afgesproken. En trouwens, ik hoef er helemaal niet te zijn. Je weet toch wel waar Café de Wacht ligt? Ga je daar een kopje thee drinken? Met je koning Jacobus Bijbel. En binnenkort gaat de zon weer wat hoger. Dus een kompase komt eraan. Nou, een mooi begin van het nieuwe jaar. Ga je je koning Jacobus Bijbel inbladeren op het terras van Café de Wacht. Nee, dit is geen opdracht. Dit is een bevel. God heeft dat boek niet voor niks laten schrijven. Ja, maar Perry, ik geloof niet in mensen in het algemeen. Dus zo'n hele hoop mensen die in consensus aan één boek gewerkt hebben... Nou, die geloof ik ook niet, want het zijn kuddeschaapjes. Ja, het zijn schaapjes van de Heer. En niet van een of andere stomme voetbaltrainer... waarvan jij het droevig vindt dat hij ontslagen is. Wake up and meet Mr. Reality... Oh, Perry, nou klink je wel erg boos hoor, je lijkt wel de antichrist. Ja, dat ben ik ook. Ik ben namelijk niet zo goed als Jezus. Trouwens, ik leef al langer. Ja, taalgrapje, taal. Sorry. Ik wil geen christen de kast opjagen. Ja, anti betekent alleen maar niet, meer niet. Ik ben christus niet. Ik trap niet in die val.
Dat is me al... Want Christus Jezus is dan gedingest op zijn 33ste. Nou, ik ben toch... even kijken hoor. 33 plus 7 is 40. En ik ben toch bijna 30 jaar ouder. Kortom, een lapsmans. Nou, dat is mijn lot. Daar beklaag ik mij helemaal niet over. Wees blij dat ik zo blij ben. Ik ga morgenavond met mijn dochter naar een voormalig kraakpand. Om haar een beetje te... Wat zeg ik nou? Aan te sporen. Ja, aan te sporen. De sporen moeten erin. Dus ik ga bovenop haar zitten. Dus I am the woman and she is the beast. And I'm gonna ride her. Zoiets. Allegorisch gezegd. Want zij, die truttebol die moet gaan zingen. Ja, maar papa, ik durf dat niet. Ja, kom op sporen in je zij. Ja, hoppen met die handel. Je bent jong en je wilt wat. Ja, maar Piri, ik ben nog veel te jong. Dat zegt zij dan tegen mij. Hè? Ik ben nog maar 18. Ja, tegen... Ja. Vroeger was het dan... Ja, ik ben nog maar 11. Schiet op met je puberteit. Ga terug naar de Bijbel. Hoe zat het nou in elkaar? Dus God had ons gemaakt. En dan had je Adam. Adam is de mens. Correct vertaald is de mens. De ademhaler. Enzovoort, enzovoort. Zijn mens, zijn hart klopt eens in de seconde. Oh, Piri, dat is wel erg toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Je hart klopt eens per seconde. Als je rustig bent. Je ademhaling gaat 15 keer per seconde. En als je me niet gelooft, dan gaan we luisteren naar muziek met 60 beats per minute. 60 bpm is 1 slag per seconde. En luister maar naar muziek met 72 slagen per seconde. Of ga je nog hoger, dan ga je naar... I'm a virgin! Oh, you're up to the very first time! Ja. Dan krijg je een opgewonden hart. Heel belangrijk dat je die ademhaling en daarmee je hart goed in balans brengt. Dus je hart kan je niet sturen. Je ademhaling wel. En je ademhaling is als je een niet-Adam bent, dan zit die ademhaling heel hoog. Dat is niet gezond. Je ademhaling moet omlaag. Dus je moet heel duidelijk je middenrif moet. En dat doe je met je buikspieren. Dus je denk ik. Ja, je buikspieren zijn dat. En dan trekt je buik, die trekt je middenrif. Dat is een vlies, dat zit in tussen je buik en je longen. Dan wordt er een vacuüm gezogen in je longen. En dan stroomt al die adem naar binnen. Niet alleen met die longspieren dus. Hè? Ook met je buikspieren ademhalen. En laat die ademhaling diep gaan. Hè? Alleen al in gedachten. Ik zou zo een therapiesessie kunnen halen. Dat was Adam. Hè? En Adam was alleen. En die wilde een helper. En toen heeft God gezegd. En daarmee gedaan. Adam laten slapen. En toen was daar Eva. Zijn helper. En dat zijn die kleine wijfjes om je heen.
Nou, jij als man even nu, hè? Of jij als klein wijfje. Jij bent een helper van een man. Jij bent zijn manager. Even tegen de vrouwtjes, hè? Jij bent de manager van de man. En de manager is de helper. Begrijp je toch, economisch model? Je bent iemand met een hele hoop poen. Even een heel ander verhaal, hè? Je bent iemand met een hele hoop poen. En dan heb je allemaal specialisten, die kan je betalen. Die kosten 120 euro per uur. Dat maakt geen donder uit. Maar iemand moet die mensen helpen. De manager heet dat. Want als zo'n geniale wiskundige die dan op de elektriciteitsbewerking werkt of zo, en er gaat iets maar eventjes fout, en, ja, dan is die rijke baas van jou die al die poen kwijt. En jij moet dat managen. En je bent de helper. Dat is je rol als vrouw. Ideaal. Heel goed idee. Ja, maar Piggy, je hebt allemaal van die lullige mannen. En die wil ik helemaal niet helpen. Vind ik zulke klojo's? Nou, lief meisje. Heb ik twee, heb ik, nee, heb ik... op zijn koning Jacobus Bijbel gezegd, twee woorden. En met dat schuinschrift erin, drie woorden. Ja? Kan ik je ook gelijk uitleggen wat dat schuinschrift in de koning Jacobus Bijbel inhoudt? Dat is zo mooi gedaan, de koning Jacobus Bijbel. Die toevoegingswoordjes, hè? Dus jij zegt tegen mij van, ja, Perry, ik moet een man gaan managen, maar al die mannen om me heen, dat zijn, ja, die wil ik niet managen. Nou, in de scriptos repturas, de echte, de rechtopstaande koning Jacobus Bijbel, hè? In dat taalgebruik, dan zou ik zeggen, dat kut. En dan het italic daartussen. Luid, dubbele punt. Dat, schuin geschreven, is kut. Duidelijk, hè? De koning Jacobus Bijbel. Daar leer je nog een keer Grieks van. Als je dat schuinschrift weglaat. Of het Hebreeuws. Het is een heavy boek, man. Ja, ik weet niet hoor, maar de Ex Libris prijs van vorige week, die vond ik ook wel aardig. Want het ging over een homo en die kwam uit de kast. Ik ken verhalen over homo's die uit de kast kwamen. Jezus. Ik heb er eentje gehad, dit is ongelogen. Er was een jong jongen van 19 en ik was toen, dat was 2013, dus dan moest ik 54 geweest zijn. En zijn moeder was dronken. En dat vond ik helemaal niet erg, want ik weet wat die moeder heeft meegemaakt. Waar maakt mij het uit? En die suffe kinderen van haar, die redden zich maar. Ik ben niet oordelend. Hè? Die kinderen mogen ook gewoon aan de slag. Wat is dat nou? Beetje lopen zeuren tegen elkaar. Ze hebben dus geen vader in dat gezin daar. Ik weet niet hoe het nu gaat. En die jongen, die oudste, die van 19, die had ik tegen de zin van zijn moeder toch tequila gevoerd. Want ik dacht van ja, ik word daar niet dronken van. En zo'n jongen, ja, die leert daar wat van. Hè? Spraakwater. Ik was wel benieuwd. Hoe zit het met de jeugd van tegenwoordig? En hij wilde wel tequila. Dus nou, dat is best jongen. En zijn moeder zei, doe dat toch niet. Maar die moeder viel in slaap. En toen zei ik tegen die zoon van 19, kom op jongen, er ligt een dekentje hier, dek je moeder toe. Weet je nog het verhaal van Noah? Dek je moeder toe. En toen kwam die jongen naast me zitten op die hoekbank. En uiteindelijk,
Ja, ik heb hem uitgesopen. Ja, ik heb ook een lever, die is 1 meter breed en 50 centimeter hoog. Alleen niemand weet dat. Hij ging dus op mijn schoot liggen. Hij was ervoor overgezakt. En hij lag tegen mijn warmte aan. En ja, zijn moeder die ging niet snurken. Het was best rustig. En toen zei die jongen... Oh ja, hij heeft mijn spijkerbroek ondergekwijld. Ja, doe dat nog. En ik krijg mijn checkje niet aan. Hij heeft mijn spijkerbroek ondergekwijld. Dat vond ik helemaal niet erg. Waar maakt mij dat aan? Daar krijg ik geen geslachtsziekte van. Wat dat betreft ben ik betamelijk oppervlakkig. Anyway, hij werd wakker, zijn moeder werd wakker. En toen ging hij tegen zijn moeder zeggen, ik ben homo geworden. Maar toen zei zijn moeder, ongetwijfeld met een dreunende kop, want ze was al om 's middags om 2 uur begonnen met zuipen. En die zei, jongen, dat heb je mij al 3 keer verteld. Nee, ik ben helemaal niet tegen homoïsme. Wat maakt mij dat? Ik ken ook zo'n man en die zou best met mij graag samen eens willen douchen. Ja, ik hou niet van samen douchen. Samen naar de sauna, dat vind ik tot daaraan toe. Ik ben met de drummer van mijn band gewoon naar de sauna geweest. In Barneveld. Ik was totaal gestrest en ik wilde die hitte. Kijken of dat zou helpen. En hij zat er ook in zijn blote reis. Ja, okay. En dat vind ik genoeg. Maar geen knietjes schuiven of voetjes schuiven. Zo, nee. Zelfs met een vrouw in de sauna zou ik dat niet willen. Ik hou helemaal niet van seksdinges, bla bla. Ga maar dansen. Ga maar lekker koken, dat vind ik van seks. Als je echt goede seks wil, wil je lekker koken. Voetenmassage. Überhaupt massage, gewoon lekker man. Tegen elkaar aanschurken terwijl je allebei een boek leest. Samen zijn. Dan kan je tenminste als bejaarde ook nog seks hebben. En een kind krijgen. Even terug naar de Koning Jacobus Bijbel. Het Oude Testament, daarin is de oorzaker pissed off geweest met ons. En hij heeft ons gezegd, hij was pissed off met alles wat mislukt was. Je zou kunnen zeggen, hij was een Rembrandt. En die praatte tegen zijn verfklodders en zei, ja, ik heb jullie mooi gemaakt, maar die en die verfklodders, daar moet je even doorheen druppen. Want die kleur wil ik niet meer zien. Dus hij zette ons aan het werk. En dat werd slachten. Slachten van iedereen die Genesis 1 vers 1 niet accepteert. Dat was toen. En dat is gebeurd. En God heeft toen
via Mozes tegen het volk Gods verteld in de strijd tegen de Medanieten. Je mag alles afslachten en een deel mag je in leven laten. Maar dan alleen dit deel. Namelijk jonge meisjes die niet verkracht zijn. Onverkrachte jonge meisjes. Die mag je in leven houden. En de rest, ja sorry hoor. De rest heb ik niks aan. En dat is toen gedaan. En nog wel meer dingen. En dat gezeur gehad met dat Joodse volk na al die rijkdom gekregen te hebben een koning wilde. En Samuel zei van nee, is een no-go. En hoe is dat fout gegaan? In de tijd van Hosea. Toen de 12 stammen van Israël gescheiden waren in 2 delen. 10 stammen en 2 stammen. En Hosea zat, zeg het maar. Look it maar up. Een man die bewust kinderen baarde bij een prostituee. En hielp dat allemaal? Namen mensen daar een voorbeeld aan? En volgens het boek heeft God toen gezegd: ik ben in staat om opnieuw een zondvloed of vuur en zwavel, wat je maar wil, pestilentie, wat vind je er meer? Is het niet genoeg geweest? Zal ik zelf even komen om het voor te doen? Wat ik van jullie verlang? Ik laat een pauze vallen. Hier gaat het om. Daar gaat het om. Het oude contract was uitermate duidelijk. Geen kennis van goed en kwaad. Ik laat een pauze vallen. En de ene helft van de mensen die dacht allemaal, fuck you. Hoezo geen kennis van goed en kwaad? Ik weet precies wie er fout geweest is. Die kan ik chanteren. Weet ik veel wat. Kan ik arresteren. Die kan ik mishandelen. Omdat hij slecht is. Want ik heb kennis van goed en kwaad. Daar is mee begonnen. En dan een beetje, ja, God heeft geprobeerd om te zeggen van oké, degene die dan echt helemaal naar de kloten zijn, killen die handel. Dat heeft hij laten spreken via Mozes. En die strategie is veranderd. Dat is het nieuwe contract. Wij gaan allemaal aan het kruis hangen. En wij zeggen: God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Elke dag.
Elke seconde. Dat is het eerste wat je hoort te leren. Als verstandige. Ik wil niet al te snel streng overkomen. Ik lijk de antichrist wel. Vergeving is alles. En God hoef je niet te vergeven. Dat is erg prettig. Ja, ja. Het satanisme, dat... Shit, ik krijg een lachaanval. Kijk, het satanisme gaat er vanuit. Ik moet even stoppen met lachen, sorry. Het is te... Ik hoefde helemaal niet te hoesten trouwens. Het satanisme gaat ervan uit dat er iets is dat alles veroorzaakt. Maar als je iets hebt, dan zie je dat ten opzichte van niets. Waar of niet? Nou, als je dan iets ziet ten opzichte van niets... Jij bent satanist en ik ken een satanist en die gaat echt eens in de maand, sorry dat ik echt zei, die gaat eens in de maand naar Amsterdam. Hij heeft het mij verteld, dat mag ik er dan bij vertellen. Zo zeker weet ik het ook weer niet. Hij zegt dat hij eens in de maand naar Amsterdam gaat en ik vroeg nog aan hem, is dat die kerk aan de Prins Hendrikkade? Of daar in de buurt, bij het Centraal Station. En hij zo knik. Oké, dus dan gaat hij naar de Satanskerk. Zie het je voor je? Ik ben vergeten om aan hem te vragen of hij dan met de trein ging of met de auto. De auto lijkt me een heel gedoe. De A12 moet je af naar Utrecht en dan moet je goed... Wel even opletten bij die brug, hè, dat je naar rechts gaat, want voordat je zit je in Den Haag. En een eind omrijden, man. Dan wil je de A2 pakken naar boven en dan is het nog maar het begin van de ellende, want dan moet je Amsterdam nog in. En dan naar de Prins Hendrikkade zien te komen. Dus ik zou zelf zeggen, dat is toch in de buurt van het Centraal Station. En dan krijg je het volgende probleem, je moet een OV-chipkaart hebben. Waarschijnlijk voor veel mensen geen enkel probleem. Maar... Ik heb er geen één. En dat maakt me ook geen donder uit. Want ik ken Amsterdam uit mijn hoofd. Dus als ik nu naar Amsterdam ga, denk ik... Oh, dit is de Matrix versie 53. Met nog meer buitenlanders. En Riek Lu. Waar moet ik er zoeken? En hij naar die Satanskerk. En zo twinkelt naar mij. Want hij heeft een aantal keren. Hij heeft een vervelend aantal keren. Van mij gewonnen met schaken. Echt naar. Ik heb tegen hem. Daar had hij 6 potjes van mij gewonnen. En toen zei ik tegen hem. Als we de volgende keer gaan schaken. En ik verlies weer, dan schaak ik nooit meer met jou. Nou, dat hielp wel. Dus tegenwoordig zijn we weer op schaking terms. Ik heb ook zijn trucjes geleerd. In schaken zitten veel trucjes. En hij gelooft dus in Satan. Oké, doki, geen enkel punt. Het punt blijft en is... Was altijd zo en zal zijn nadat al dit wat jij nu om zit te janken voorbij is. Als je een onderscheid maakt tussen iets en niets. Dan zie je hoeveel dingen. Hoezo Perry, hoezo dingen. Want iets is een ding. En niets wat ik dan zie, dat is niet een ding. Oh, nee. Oh, nee.
Die satanist waar ik het over heb, die speelt de furore als kok. En ik geloof zonder meer dat hij reuze goed kan koken. Hij is ook heel doordringend. Hij kan verschrikkelijk goed gitaar spelen. Maar voor wie? Hij kookt voor wie? Voor niets. Nee, dat kan niet. Want hij krijgt geld. Ik daal nu maar diep af, hè? Want jullie gaan de koning Jacobusbijbel, na mijn verhaal, nog een keer doorpluizen of ik wel gelijk heb. Ja, want Piggy, de koning Jacobusbijbel is 1611 en we zijn nu al meer dan 500 jaar later. Ja, nou, check het. Je maakt een verschil tussen iets en niets, hè, als satanist. Wij niet. Wij hebben niets, iets en iets. In den beginne schiep God hemel en aarde. Dus God noemen wij niets, logisch gesproken. Dan heeft hij ook gelijk geen naam. En nee, er zijn geen twee nietsen. Daar gaat het om, hè? Je hebt, God is dus niets. De hemel is iets. En de aarde is iets. Dus in den beginne schiep God iets en iets. Er waren twee ietsen. Dat is de consensus. En die is gezond. Daar kan je geen puistjes van krijgen. Ja, maar dat betekent wel dat ik verantwoordelijk ben. Wat wil jij dan? Mag ik jou een vraag stellen, mijn vriend? Vrienden? Wil jij niet ergens voor verantwoordelijk zijn? Ja, ik ben het liefst onverantwoordelijk. Want ik ben heel erg boos. Oh. Oh, dat is mooi. Ja, want je moest eens weten met die nieuwe wereldorde en zo. Ja, ik zie het allemaal niet meer zitten hoor. Oh. Denk je dat het zo makkelijk is? Nou, trouwens, ik weet dus, mag ik ook even wat zeggen, maar ik weet helemaal niks van die nieuwe wereldorde. En de Bijbel en religie, ja, daar heb ik me altijd ver van gehouden, dus ik ben gelukkig af. En ik, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja? Ja, het gaat erom dat God wil dat wij ons houden aan zijn wet. Ja, maar hoe kunnen wij nou weten wat de wet van God is? Nou, de enige archeologische aanwijzing die wij hebben, staat in de Bijbel. Ja, maar hoe kunnen we nou zeker weten dat het allemaal wel klopt? Probeer het eens uit. En neem het aan. Ja, maar dat betekent dat ik dus dingen moet accepteren. En een grote bek mag hebben. Ja, precies. Alles accepteren en een grote bek. En je mag van alles doen. Je mag dansen. Je mag bier drinken. Je mag geen seks buiten natuurlijk. Ja, je hebt het goed gezegd, dus geen seks buiten natuurlijk.
Ja, wie wordt daar ongelukkig van? Ik ken alleen maar mensen die seks hebben gehad buiten het huwelijk en de hele boel stortte in elkaar. En allemaal jankende, huilende kinderen die boos worden op hun ouders. Yep. Nou, dat is een beetje het. Denk ik wel genoeg voor deze uitzending over de KJV. Ik ga lekker afsluiten en ik pak die volgende even op, want ik heb nog een idee voorbereid.